uitbundig, was het zojuist in die kleedkamer? Nou, dat was wel behoorlijk uitbundig natuurlijk. Als je drie keer achter elkaar verliest en nipt verliest, elke keer met een doelpuntverschil. En je pakt hem nu met een doelpuntverschil ook, maar dan een goede kant. Nou, dan maakt dat toch wel wat los. Waar bent u met name tevreden over vandaag? Ik ben tevreden over de doelpunten. We maakten twee goede doelpunten. Ook het veldspel van de eerste helft vooral vond ik heel veelbelovend. Ik ben tevreden over het feit dat we 2x3 kwartier in de wedstrijd konden zijn en blijven. Ik vind het jammer dat we in de tweede helft niet wat scherper konden zijn richting de goal van de tegenstander. Want er waren wel mogelijkheden. Daar hebben we ook wel een beetje geluk gehad bij, zeker in de laatste minuut hier aan deze kant van het veld. Maar overal ben ik gewoon blij met 3 punten, want we hadden dat gewoon even nodig. Had u het ook zien aankomen, met name ook na de vorige weken waarin u de leiding had, dat die overwinning wel een keer zou komen met dat veldspel? Nou ja, ik heb elke keer gezegd na iedere nederlaag dat ik het vertrouwen heb dat we mee kunnen in deze competitie. Maar ja, optisch is dat ook zo. Maar als je geen goals maakt, dan blijkt aan het einde van de rit natuurlijk dat je niet meekomt in die competitie. Dus daarom ben ik ook blij met die 2 goede goals vandaag. Hoe is uw indruk eigenlijk van die Amsterdamse voetbalclub na 4 wedstrijden? Van AFC? Ja. Vindt u het wat? Nou ja, ik ken de club natuurlijk vrij goed. Ik ben hier en daar wel geschrokken van wat ik aantref. Van dan met name? Ja, dat spreek ik liever niet uit. Oh. Maar laat ik het zo zeggen, en het is ook niet geschrokken, is ook zwaar uitgedrukt. Ik had hier en daar wel wat strakkere organisatie verwacht. Rondom het elftal. Maar schema's of zo? Ja, ik heb een heleboel dingen moeten aantrekken. En ik heb, laat ik zeggen, niet wild om me heen hoeven slaan. Maar ik moet hier en daar toch wel teugels aantrekken. En zelfs bij deze wedstrijd is dat nog gebeurd. Gisteren en vandaag. En dat valt me eigenlijk een beetje tegen. Aan de andere kant, ja, dat is ook waarvoor je wordt ingehuurd. Hè. Je bent niet alleen maar coach, maar je bent ook people manager. En dat management, dat vraagt wel heel veel energie. Ik ben er wel benieuwd eigenlijk. Werden ze dan te veel losgelaten of zo? Te weinig professioneel? Nou ja, je kan. Laat ik het zo zeggen. Ik sta hier vandaag met een elftal. Waarvan 2 hele belangrijke middenvelders niet aanwezig zijn. En hoe komt dat? Nou, de een die moet voor zijn werk in het buitenland zijn. Ik voor mij als coach is het onacceptabel, maar ik heb daar met Mark over gesproken. En ja, goed, het is niet anders. Vroeger zei ik dan, ja, het zijn tenslotte amateurs, maar dat zijn het niet. Derde niveau van Nederland? Ja, dus ik vind dat niet kunnen. Maar goed, niks ten nadele van Mark, we hebben het opgelost. Maar ook Jonathan Richard is er gewoon vandaag niet bij. Zeg het maar. Ik vind het onbegrijpelijk. En hij kan wel een plausibele verklaring hebben in de zin van dat hij bij zijn gewone werk dat hij daar nodig is. Maar ja, ik vind het onacceptabel. Ja, dat gaat u ook niet accepteren, ik u zo hoor. Nee, ik ga ook niet accepteren. Dus ik ga ook bij AFC afspreken dat wij eerst een gesprek met Jonathan hebben, met de clubleiding en met mij erbij, voordat ik weer verder ga. Want als dit op deze manier gaat, dan wordt het een soort kermis waar ik niet aan meewerk. Nou, daar heeft u geen trek in en dan gaat u weg. Ga niet aan een dood paard trekken. Maar Gooi heeft wel gewonnen vandaag. Ja, dus ik ben ook heel vrolijk. En dat zijn ook dingen die je had kunnen verwachten. Als een club niet draait, als het ergens niet goed gaat, dan gaat er op een of andere manier ergens waarschijnlijk iets fout. En dit zijn de dingen die niet helemaal lekker zijn. En ik denk dat het toch een beetje erin geslopen is bij AFC. Dat gemakzuchtig is te zwaar uitgedrukt. Maar soms is het net even allemaal te makkelijk. Mag allemaal wat professioneler. Ja, klopt. En niks te nadelen van Bob Duits of Henk Bijlsma. En die mensen doen allemaal hun stinkende best. Maar ik vind dat het nog iets scherper moet.